Dit is allemaal ter ondersteuning van de motie die in de raad wordt behandeld. Ja. In verband tegen het landelijke stikstofbeleid. Ja, klopt helemaal. En had het hem erin voor het college, daar komt het meer. Heeft u al wat reacties al gehad van een aantal partijen? Het is een ondersteunende actie. Dus, we zijn er wel blij mee. Ja, allemaal duimpjes. Ja, ze kunnen er niet bij zijn, maar ze moeten vergaderen, hè? Juist. Ja, tegenover een van de organisatoren, Stefan Tercelle. Wat is hier de bedoeling in feite vandaag? De bedoeling is dat komt vanavond een motie in stemming bij de gemeenteraad. Ja. En de strekking daarvan is dat het college wordt opgeroepen om in contact te gaan met zowel met Arnhem als Den Haag, met verantwoordelijk minister Schouten voor de stikstofproblematiek. En daarin wordt het college opgeroepen om een stukje realiteitszin te vragen. Omdat we hier met 4 Natura 2000 gebieden te maken hebben in Winterswijk. Waar gewoon onmogelijke opgaven liggen om aan de kritische depositiewaardes te gaan voldoen. En wij zouden graag de minister uitnodigen voor een gesprek om hier lokaal met ons over die problematiek in gesprek te gaan. Is Winterswijk daar heel uniek in daarin? In verband met die 4 Natura 2000 gebieden? In die zin zeker, omdat we 4 afzonderlijke gebieden in onze gemeente hebben liggen. Ja. Maar in de grensstreken met de problematiek waar wij mee te maken hebben, met ook de factor buitenland daarbij, die speelt natuurlijk in de hele grensregio van Groningen tot eigenlijk ook aan Zeeland. Want zowel de buurlanden Duitsland als België hebben invloed ook op onze stikstofgevoelige natuurgebieden. Dat doelt bijvoorbeeld op een zuidoostenwind vanuit het Roergebied daar de stikstof hier naartoe waait. Onder andere, ja. Dus zeker. Dat is in feite boekhoudkundig helemaal niet te doen eigenlijk? Nou, als je kijkt naar de invloed van het buitenland, hier in Winterswijk onder andere, die overschrijdt gewoon 2 keer de normen die voor de meest kritische plantensoorten in Winterswijk gelden. Ja. Heeft u al wat reacties gehad van een aantal Winterswijkse fracties die vanavond daar die motie moeten steunen? Ja, nee, ik heb daar eigenlijk best intensief contact over gehad met een aantal politieke partijen. En, ja, met name zeker bij de VVD, want die ben ook een raadslid geweest. Ja, dat klopt, maar de contacten zijn wel breder en ook de steun voor de motie is veel breder. En het mooiste zou natuurlijk zijn dat er een raadsbrede steun is. Die is unaniem. Maar daar hopen we natuurlijk op. Maar dat weet ik nu nog niet waar dat op uit gaat komen. Wat komt er zo hier langs vanuit de peperbus? Want dat is verzamelpunt. We staan natuurlijk vanuit de agrarische sector. Hebben we dat eigenlijk een beetje op poot gezet. Maar het is niet alleen de agrarische sector die het raakt. Dit raakt ook de bouw, ook de industrie. En eigenlijk raakt het iedere Winterswijker. Want wat is er in de toekomst nog mogelijk hier in ons mooie dorp? Ja. En wat kunnen we dan verwachten? Nou, er is in ieder geval een hele grote stroom aan trekkers onderweg. Maar ook diverse vrachtwagens. En een aantal busjes van bouwbedrijven zullen ook meerijden in de stoet. Omdat we eigenlijk breed ondernemers, maar ook werknemers in de diverse sectoren. Die onderkennen deze problematiek en steunen onze actie van harte. Ja, deze signaal doet u voor u wel goed eigenlijk als organisatie. Jazeker. Dit is voor ons als organisatie een hart onder de riem. Maar waar we deze actie ook vooral op hebben gezet. Het college en de gemeenteraad die ons hierin steunen. Ook vooral naar hen toe een hart onder de riem om samen op te trekken. Dat ze dit dossier niet alleen dragen. Dat wij dit dossier niet alleen dragen. Maar dat we dit samen optrekken richting, wat ik al eerder zei, richting Arnhem en Den Haag. Ja.
middag te gaan is ook niet beschikbaar. Beste minister, u zou het moeten leveren. Eerst de pasmelders legaliseren, de bouwruimte bieden en de onrealistische habitattypen, de onrealistische soorten uit de beheerplannen schrappen. Pas dan en alleen dan ontstaat er perspectief. En pas dan kunnen wij afspraken maken over een gebiedsgerichte aanpak. Zonder duidelijk perspectief kunnen wij niet van start. En hiermee neem ik maar alvast een schot voor de boeg. Beste minister, beste mevrouw Schouten, wij gaan de uitdaging graag met u aan om hier met ons in gesprek te gaan. En wel op heel korte termijn. Nog voordat u de wet stikstofreductie en natuurherstel ter behandeling aanbiedt in de Kamer. Neemt u die uitnodiging van ons aan. Ondernemers buitengebied Winterswijk, OBW, wat tot jullie willen richten. Beste ondernemers en overige aanwezigen uit Winterswijk. Wij vanuit vereniging OBW steunen deze ludieke actie van harte. En ik spreek ook namens de OWIN. Die steunen deze actie ook heel erg. Immers wat op het spel staat raakt ons allemaal. Steeds stonden de agrariërs in een verdomhoekje. En ook nu weer als je de landelijke pers volgt. De hele stikstofproblematiek wordt hen in de schoenen geschoven. Ik kan rustig zeggen, dat is niet terecht. Als je dicht bij Natura 2000 gebieden zit, zoals hier in Winterswijk, dan loop je gewoon vast. Door de te lage norm voor de stikstofdepositie gaat het hele bedrijfsleven, maar ook toerisme, en dat willen we heel graag in Winterswijk bevorderen, en de recreatie gaat allemaal op slot. Het werken, maar ook het wonen, wordt in Winterswijk totaal onmogelijk gemaakt. Ook het vrije verkeer met fossiele brandstof, denk aan diesel, benzine, dat is allemaal niet meer mogelijk. We zullen dan met de fiets moeten, of eventueel, wie dat alvast kan, elektrisch. Winterswijk en omgeving worden een spookstad. Dat kan en dat mag toch niet de bedoeling zijn. Er is maar één oplossing. De norm voor stikstofreductie moet omhoog. Deze is voor de omgeving van alle Natura 2000 gebieden in Nederland echt niet goed bepaald. Dat was het even van mijn kant en ook namens Robert-Jan van Diest van de OWIN. En dan moeten er eens drastische maatregelen komen. En dat maakt die onzekerheid en angst absoluut niet minder. Dat begrijp ik. Toch, voorzitter, zijn er een aantal dingen waarom deze met pijn in mijn hart deze motie zoals die er nu ligt niet kan steunen. Goeie hoop op dat er een overgrote meerderheid voor zal zijn. Of die unaniem gaat worden, vraag ik me af. We gaan het zien. Maar kijk er vooral morgen ook terug welke discussie daar over is gegaan. Trek er wel even een goede anderhalf uur vooruit. Dus vriendelijk verzoek om vooral de trekkers, en dat is, met die trekkers willen we ook gaan starten. Trekkers en vrachtwagen die op de blikbak Wermen staan om te gaan rijden. De route is jullie bekend via de Dinkstraat om alvast te gaan starten. Helaas kunnen we het hier niet... kunnen jullie hier niet de laatste stemming dan zien of horen wat de uitslag gaat zijn. Maar we hebben een mooie grote appgroep en daar zal die zeker in gedeeld worden. Dus vriendelijk verzoek om daar te starten. Van de eerste chauffeurs zal ik dan toch maar vast de motie erbij pakken zoals die voor ligt. Want daar zijn de indienende partijen unaniem in dat ze zeggen we houden de motie in stand zoals die er ligt. Er wordt
door de gemeenteraad overwogen dat de gestelde eisen met betrekking tot de stikstofdepositie vanuit het buitenland, en zoals al eerder gezegd, niet alleen het buitenland fysiek, de buurlanden, maar ook de luchtvaart boven de 900 meter, moet worden meegerekend voor grensregio's en dat leidt tot een onmogelijke situatie voor Winterswijk. Overwegende dat de gemeente Winterswijk onevenredig wordt geraakt door de in dit wetsvoorstel voorgestelde maatregelen, doordat Winterswijk naast de ligging aan de grens vier Natura 2000 gebieden binnen de gemeentegrenzen kent, waarvan de kritische depositiewaarde ruimschoots lager is dan de huidige stikstofdepositie uit het buitenland. De gemeenteraad 26 november 2020 bijeen spreekt uit dat het wetsvoorstel daardoor onaanvaardbare consequenties heeft voor de grensregio's en in het algemeen en voor de gemeente Winterswijk in het bijzonder. Daarnaast spreekt de gemeenteraad uit dat er met dit in dit wetsvoorstel voorgestelde maatregelen de industrie, woningbouw, recreatie en landbouw in Winterswijk op slot worden gezet. En daar zit vooral heel veel discussie over. En dan vind ik, dan gaat het om, luister of lees je de letteren van de wet of in de geest van de wet. Wij zouden inderdaad heel graag in de geest van de wet lezen dat je daarna gaat kijken om te voldoen aan de kritische depositiewaardes. Maar er zijn mensen in Nederland die hebben er onder andere voor gezorgd dat de pas is afgeschoten. Die kijken naar de letter van de wet. En juist daar zit voor ons de grote zorg dat wij deze zo stellig neer hebben gezet. Dat daar staat dat Winterswijk op slot wordt gezet. Daarmee draagt de gemeenteraad het college op in gesprek te gaan met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en gedeputeerde staten van de provincie Gelderland over de onevenredige consequenties van het wetsvoorstel voor grensregio's en de gemeente Winterswijk in het bijzonder. Daarnaast draagt zij het college op een brief te sturen aan de minister en de fracties in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, maar daarin een krachtig signaal ten aanzien van deze problematiek. Deze motie als standpunt van de gemeenteraad van Winterswijk toe te sturen aan de minister en de fracties in de Eerste en Tweede Kamer in Den Haag en gaat over tot de orde van de dag. Ik wil vanaf deze plek de gemeenteraad van Winterswijk, die voor deze motie gaat stemmen zometeen, enorm bedanken voor de waardering die zij vanavond ook in de vergadering uit heeft gesproken voor ons allen als ondernemers hier in Winterswijk, eigenlijk voor ons allen als Winterswijkers hier. Dat doet ons goed en zij hebben ook al meermaals laten blijken, ook vanavond weer, dat zij zich enorm gesteund voelen door de enorme massa vanavond hier op de been. Bedankt daarvoor.